Goedemiddag allemaal, mijn naam is Barbara van de Boom uit Lexbond. Ik ben Stamping Up, onafhankelijk Stamping Up demonstratrice. Ik heb een eigen atelier en huis. Dat heet Paper Tree, dat is ook de naam van mijn blog. Dus wil je iets opzoeken wat ik vertel straks, dan kun je het vinden op paper-tree.nl. Ik ben dus Stamping Up demonstratrice, wat ik echt heel erg gaaf vind. Ik geef dus ook thuis workshops. Een van de workshops die in maart speelt, dat is een productworkshop. En dat is iets anders dan een normale workshop. Met het productworkshop gaan we aan de slag met een stempelzet. En pons, dat is deze. Die je bij mij besteld hebt. Dan gaan we kaartjes mee maken. 3 kaartjes. Ik heb, dit is het laatste kaartje die we gaan maken. Ik heb afgelopen zondag een kaartje gemaakt. Dinsdag heb ik een kaartje laten zien. En vandaag dan dus deze. De zet is de tijdloze tulpen. Dat is een Nederlandse zet met tulpen. Ja, Hollandse kan bijna niet, hè. Daar zit een pons bij. Deze pons. En als je dit setje bestelt, je bestelt namelijk de stempelset en de pons. En een blok. Dat is dit. Daar kunnen je stempels, daar passen alle stempels op die hierin zitten. En 2 inkpads naar kleur. In een kleur die je zelf wilt. Dan zit je namelijk op €68. De workshop is €70. Dus voor €2 krijg je er dan 3 kaarten bij. En wat je van mij ook nog krijgt, is 4 velletjes DSP papier in de kleur van je kaart. Nou heb ik er al echt het een en ander gebruikt, zoals jullie zien. Maar je houdt altijd iets over. Wat je dan weer mee naar huis kan nemen en wat je dan weer kan gebruiken. Buiten dat, als je dit zo bestelt, kun je kiezen uit een Celebration stempelset of papier. Ik heb hier even de stempelsets gepakt die in de Celebration zit. Je mag dan kiezen een gratis stempelset. Dat zou deze kunnen zijn. Happy Birthday to You. Sending You Thoughts. Dat is een Engelse teksten set. The Kings All Meer. Dat zijn meerkatjes. Thoughtful Blooms. De bloemetjes. En speciaal voor jou, dat is de Nederlandse set. Ik ga deze allemaal even aan de kant leggen. We zullen zo wel zien wat we erbij gaan gebruiken. En dit is ook nog een set die je eventueel gratis kan bestellen. Dus het is één van die dingen kan je gratis bestellen bij een bestelling van dit. We gaan natuurlijk bij mij aan de slag nu. Ik heb geen schoon papiertje gepakt, zie ik net, na de vorige film. Dit leg ik ook even weg. We gaan nu deze kaart maken. Zoals je hem hier ziet. Hier heb ik een stukje masking gedaan. Dat zal ik zo uitleggen wat dat is. Volgens mij leg ik nou ook mijn tulpenset weg. Denk ik. Ja, pak hem zo even erbij. Het lintje gaan we gebruiken. De envelop wordt natuurlijk ook gewoon gestempeld. En de binnenkant stempelen we ook altijd. Leg ik deze even hier neer. Alleen ga ik nu niet met 2 kleuren aan de slag. Ik ga met 3 kleuren aan de slag. Mint Macaroon, Mary Mallow en Rococo Rose. Ik heb geen lint in die kleuren, maar ik had nog een stukje van dit lint. Dit is met zilver en berry burst. Dit lint zit op dit moment nog in de clearance rack. Dat kost €3,40 voor een hele rol. Dan heb je echt heel veel. We gaan nu aan de slag met de kaart. We hebben nodig een gewone C6 envelop. Een paar stukjes scrap voor de blaadjes. 2 stukjes. Een witte voorkant. Een stukje DSP en ik ga nu het ruitje gebruiken en een kaart. Dit is gewoon een simpele een A4 zeg maar in de lengte doormidden gesneden. Dus dan zit hij zo. Dit gaan we even aan de kant leggen. Dit hebben we nu nog niet nodig. Dit mag ook weg. Die hebben we wel nodig. Die hebben we straks nodig. Niet gelijk. Even mijn velletje zo een beetje opschuiven. Die hebben we ook nog niet gelijk nodig. We gaan aan de slag. Maar dan heb ik wel mijn stempelset nodig. Ja, zie je? Die had ik weggelegd op dat stapeltje. Kijk. Wat heb je nodig om te masken? Om dus iets te verbergen. Dat zijn eigenlijk voor in dit geval 2 van die uitgeknipte tulpjes. Ik heb ze uitgeknipt, want als ik ze uit de pons haal, dan hou je altijd een heel klein randje eromheen over. Wat je nodig hebt als je gaat masken, is dat ze net iets kleiner zijn dan de stempelset. Omdat je anders altijd een heel wit randje er langs krijgt. En dat is eigenlijk niet mooi. Dus we hebben die nodig.
Die gaan we op dat blog zetten. En dan gaan we eerst maar eens de voorste stempels stempelen. Dat zijn die, die en die. Dat zijn er drie. Dus die gaan we in twee kleuren stempelen. We doen de middelste in Rococo Rose. Een van de in-colors dit jaar. Hij hoeft ook niet helemaal recht van mij. Hij mag echt wel een beetje scheef. Dat is deze. Maken we hem even schoon. En dan doen we aan de buitenkanten de Mary Malone. Ook een beetje die kant op. Ze wiegen een beetje in de wind. Dan doen we hem iets hoger. Eén keer hier. En een keertje hier. En dan gaat hij de andere kant op. Zo. Dan hebben we die erop staan. Dan gaan we ze nu maskeren. Dat doen we dus door dat tulpje wat we uitgeknipt hebben. En deze heb ik op zo'n post-it blaadje gedaan. Even zo eroverheen te plakken. En dan ga ik deze er even omhoog. Nee, naar beneden. Zo overheen zetten. En dan doe ik het fout. Want ik heb nu twee dezelfde kleuren bovenop elkaar. Dat vind ik eigenlijk niet mooi. Maar gelukkig heeft het papier altijd een achterkant. Oké. We gaan opnieuw beginnen. Ik ga het ook anders doen. Ik ga de Mary Malone in het midden zetten. Dat vind ik eigenlijk mooier. Zo. Dan gaan we die even aan de kant zetten. Dan gaan we nu voor de Rococo Rose. Die gaan we dan hier zo een beetje zo. Heel klein beetje schuin plaatsen. En dan doen we hem ook nog een keertje hier. Zo. Hier zo. Oké. Gaan we opnieuw masken. Dan gaan we deze hier. Deze komt straks hier. Ga ik hem eerst even kijken. Dat was Rococo Rose. Deze gaan we hier tussen doen. Zo. Kijk. Dan krijg je dit effect. Dan staat er dus nog een tulpje naast. Halen we deze heel even eraf. Even een stukje aan de... Zodat je een heel klein randje eromheen krijgt. Dat doen we daar ook. Dan komt hier de Mary Malone. Maar dit is ook een Mary Malone. Dus ik ga hem er niet in één keer op zetten. Ik doe hem even afstempelen. Die doen we iets hoger dan de andere. Zo tegen de bovenkant aan. En dan is dit het effect. Zie je, dan is het net alsof dat ze erachter zitten. Dan gaan we deze ook even zo afdekken. En die ook. Ook hier, nou, hier doen we een roze achter. Even kijken hoor, had ik hem nou. Hier doen we zo'n roze, die doen we een beetje zo echt erachter uit laten komen. Zo, zo. Hier. En dan doen we daarachter nog een keer een hele donkere. Doen we dat blaadje weer op deze. Plakken. En dan doen we hier nog een keer een Mary Malone naast. Kijk. En dan is het dus net of dat ze voor en achter elkaar doorlopen. Heel simpel techniek. Het heeft even tijd nodig om al die blaadjes te knippen. Maar dan heb je ook wel wat. Okay. Dan gaan we nu met de steeltjes aan de slag. Ik pak het blad, maar ik heb het steeltje nodig. De steeltjes doen we in mint groen.
prachtige kleuren die echt heel mooi bij elkaar passen. Zo. 1, 2. Deze hier in het hoekje. Deze hier. Dan kan deze een keertje afgestempeld. Dan wordt hij namelijk iets lichter. Zie je dat? Deze hier. En deze kan. Deze, is een beetje, deze staat een beetje schuin. Dan doen we deze hier naartoe. Of niet alles kaarsrecht. Willen we wel, maar dat hoeft niet. Dan gaan we hier met het blad aan de slag. Dat doen we dan ook met mint macaron. Even kijken, omdat hij een beetje hier doen we hem een beetje. Even kijken, toch maar zo. Zo komt hij er een beetje uit. Dan doen we deze aan deze kant. Zo gewoon erlangs. Naar boven. En dan hebben we hier natuurlijk de tweede stempel daarvan. En dan doen we deze er precies tussen. Maar dan de tweede. Dus dat blijft dan een lichte. Dan doen we deze. Deze komt dan iets ervoor. Zo ertussen. Switch ik even naar blad. Pak ik even een dunne blad. Het zal dan deze zijn. Deze komt hier. Die korten we gewoon een stukje in. Deze komt hier. Zo. En dan mist alleen deze nog blad. Maar dat doen we zo meteen een blad op. Dan is de kaart in zoverre eigenlijk bijna klaar. We hebben die zo meteen allemaal nodig. Want we gaan op een stukje, dat stukje mint macaroon wat ik net had, gaan we even die blaadjes stempelen. Dan moet ik heel even kijken hoe ze ook alweer in de punt gaan. Zo. Dat ik het voor mezelf zo makkelijk mogelijk kan uitponsen. Zo. Stoppen we hem in. We hebben hem dus gestempeld. Dan stoppen we hem in de pons. Want dan kunnen we precies zien waar de stempel zit. Het is altijd praktischer zo. Dan dat je het doet. Eerst ponsen en dan stempelen. Want dan is het altijd maar een beetje gokken dat je goed in het midden zit. Deze. Die leg ik even aan de kant. Die hebben we straks nodig. Die kunnen hierop. Dan heb ik nog twee tulpjes nodig in het Rococo Rose. Was dat zo? Nee, dan doen we hem zo. 1. Twee. En dan wil ik eigenlijk ook wel even laten zien dat je het nog anders kan doen. Met die blaadjes. Dus dan doe ik ook nog even zo'n blad. Pas die hier nog tussen. Zo denk ik. Ja. Dan kan de Rococo Rose dicht. Dan heb ik de Mary Malone natuurlijk nodig. En dat heb ik net geen stukje van gepakt. Ga ik even snel pakken. Die ligt nog in het vak, denk ik. Ja. Mary Malone heb ik nog niet zo heel veel mee gedaan. Dus dan had ik ook geen scrap van. Nog. Dus
dan gebruiken we dit maar eventjes. Oké, even kijken. Hij moet er zo in. Dus ik ga hem hier in het hoekje zetten. Om zoveel mogelijk papier te besparen. Dan zetten we deze er zo in. En dan halen we dit er zo. En dan kan deze weer aan de kant. Dan gaan we deze maken. Eerst deze. Dan. Mocht je nou denken, ja, hartstikke leuk, Bar. Ik hoef die stempelset niet. Maar ik vind het wel leuk om deze workshop te volgen. Ook dat kan. Dan kost de workshop een tientje. En dan maak je nog steeds die drie kaarten. Mag je nog steeds je eigen kleur uitkiezen. Dan maak je alleen gebruik van mijn stempelset en mijn fonds. En dat kan ook op diezelfde dagen. Dan hebben we deze ook liggen nu. Samen met die. Even kijken. Dan gaan we nu de kaart opbouwen. Dan gaan we eerst nog wat doen met dat lint. Want ik wil dat strikje hier hebben. Oh, hier had nog wel een blaadje gekund. Dat ga ik toch nog even doen. Dat vind ik toch zonde. Ja. Oh. Heel af en toe heb ik dat met die. Hij zit niet goed geplakt. Zo nou. Deze doen we dan. Hier nog. Ja. Dan pakken we een lege spritzer is dit. Dit heb ik vorig jaar zo leren doen op de... Oh nee, ja, dat was vorig jaar. De beurs in Gorinchem bij Diana van Otterlo. Zij legde mij dit heel goed uit. En het is eigenlijk heel simpel. Kijken of ik hem nou een beetje netjes heb zo. Of dat ik dit wel ga redden zo. Ja. Dit moet hier achter geplakt worden zo. Zo. Ik kan al een stukje. Ja, dat klopt. Dan haal je hem er vanaf. En dan pak je een schaar. Waar is het? Deze. En dan knip je het door. En dan heb je eigenlijk een soort strik. Ja. Dan kun je hem nog eventjes voor de netheid. Knippen we hem natuurlijk nog even schuin af. Dus dit hele mooie lint. En dat past echt bij heel veel tinten. Want dat past bij dit Mary Merlot en die Rococo Rose. Dus. Tenminste, ik vind het er echt niet bij misstaan. Maar het past ook bij het paars. Bij veel paarstinten, bij naturel tinten. Ja. Dus in de clearance rack vind je die. Even denken hoe we dat gaan vastplakken. Ik denk met een stukje Karen tape. Op het eind gewoon. Hier. Even scheuren. Zo. En hier een stukje. Dan op dezelfde lengte. Ik hoop het wel. Ja, ongeveer wel. Een stukje tearing tape. Aan de korte kant beginnen. Toch? Dan moet ik de andere kant hebben. Want ik wil mijn strik ongeveer. Even kijken hoor. Hier hebben. Nou, leuk toch? Hij zit iets hoger dan daar, maar dat maakt echt niet uit. Dan gaan we deze hier zo. Hoe is het eronder? Nu vind ik ze eigenlijk weer leuker als ze er een beetje overheen zitten. Wat vinden jullie? Ik vind het leuker als ze nu een beetje zo zitten. Maar er moet nog een tekst op, dus dat gaat niet. Daar. Denk je hier zo.
hij zit eigenlijk hieronder, moet hij een beetje vastgeplakt. Dat heb ik hier volgens mij ook. Ja. Beetje vastgeplakt. Ja. Ik vind ze nou eigenlijk zo leuker. Ik ga even een stukje tekst maken. Dat moet ik ook op een stukje mint macaroon doen. Dat gaat ook hierop. Daar had ik een tekst gepakt van. Die pak ik nu ook weer. Gewoon bedankt. Past ook gewoon op dit blog. Doe hem dan niet helemaal in het midden, want dat is echt een beetje onhandig met. Nou, plakken. Dan ga je veel te veel dit doen. Nou heb je het, nu kun je het nog een beetje in de. Heb je nog een beetje controle? Bedankt. Dan gebruik ik in dit geval weer de Classic Label Punch. Daar passen dit soort kleine tekstjes echt prima in. Die gaat hier zo op met dimensionals. Zo meteen. Maar ik moet nog even beslissen wat ik hier dan mee wil. Gaan we deze dan zo erop. En deze er zo onder. Zoiets. Hierop. Zoiets maak ik ervan. Denk ik. Of doen we ze allebei gewoon. Deze in het midden. Deze hier zo. Deze zo eventueel. En deze hier. Hoger. Ja, zo gaan we doen. Ook een heel klein beetje lijm op dat puntje. Aan allebei de kanten. Gewoon. Oh ja, wat had ik nou met dat blad gedaan? Dat kan natuurlijk ook nog. Dat ging ik jullie nog. Oh, dat laat ik jullie zo zien. Ik vergeet iets. Ik ga gewoon een stap te hard. Deze heb ik ook nog liggen. Kijk, dan gaan we deze. Gaan we een beetje opkrullen aan één kant. Zo. En dat kun je ook gewoon met een potloodje doen. Hè? Als je niet zo'n mooie toonfolder hebt, dan pak je een potlood en dan kan het ook. Dan gaat een grote dimensional achterop. Zo. Die doen we hier erop. Ik zie ook al wat het verschil is met die. Hier heb ik wit papier gebruikt en hier heb ik gekleurd papier gebruikt. Deze doen we hier bovenop. Of nee, die doen we daar. En dan hoeft hij echt niet helemaal recht. Dan mag hij best wel een beetje scheef. Zie je dat die andere bloem eronder vandaan komt? Dan kun je met dit. Dit kun je echt heel grappig doen. Dan gaan we die een beetje op. Deze gaan we nog meer oprollen. Kijk, deze past namelijk precies hier in het hoekje. Zie je, die vormt mooi een extra blad. Dus dat vind ik dan wel leuk. Die gaan we ook vastzetten met een kleine dimensional. Of een stukje afgeknipte dimensional. Kan ook nog. Deze. Is het ook weer te groot. Op camera is altijd anders dan anders. En dan heb ik natuurlijk wel de verkeerde kant erop geplakt. En helemaal goed eraf. Kijk of hij nou nog plakt. Ja. Hij hoort natuurlijk zo. Plakken we hem een beetje zo naar buiten toe. En dan gaat deze hier op. Zo kun je steeds je kaart
of wat je ook maakt, hier een beetje het vrolijke, zeg maar. Die zit vast. Nou, deze nog, die gaat dan hier op. Gewoon niet tussen zo, maar gewoon daartussen. Vind ik mooier. Hier een beetje lijm. En hier een beetje lijm. En dan komt die gewoon zo hier tussen. Zo. En dan nog bedankt erop. Hier doen we er een beetje, want deze past wel. Nee, hier doen we er een beetje zo half op. Dan gaan we de rest van de kaart even opbouwen. Hier is de kaart. Ik ging voor het ruitje erop. Zo. Dan gaan hier 4 dimensionals op. Ruzie met die dingen. 1, 2, 3, 4. Nou, even kijken hoe we hier uitkomen. Oh, dan zie ik al wat ik gevlekt heb ergens. Het zal niet. Kijk hieronder. Ja. Nee, vlekjes zijn er om op te lossen. Gelukkig heb ik. Deze zitten ook niet meer in de clearance rack. Maar die hebben er wel een heel lang in gestaan. We kunnen gelukkig met wat van die embellishments nog wat accenten aanleggen. Dan moet je natuurlijk niet alleen diegene nemen die daarop zit. Doen we deze hier op het blad. Kijk eens aan. Zie je niks meer van. Iets opschuiven. Zo. En dan is het net of het hoort. Prima. Altijd op te lossen. Schoonheidsfoutjes. Bijna altijd. Dan doe ik de inkt dicht. En dan zijn we nog niet klaar. Want we hebben natuurlijk nog een binnenkant van een kaart. En die gaan we gewoon stempelen met deze. En dan doen we het kleine tulpje in dit geval. Deze mag hier. En dan doen we hem, even kijken, zo in het hoekje. 1, 2, 3, zo. Die doen we niet. En we zetten er nog een tekst in. Want voorop staat bedankt. Dan kan het best zijn dat je op de andere kant zet een klein gebaar. En denk je nou, ja, dan moet ik zoveel tekst naar je. Dan kun je genoeg tulpen neerzetten. Zoveel tulpen als je wil. Ik heb het bescheiden gehouden, maar dat kunnen er altijd meer zijn. Dan is dit de kaart. Dan gaan we naar de envelop. Ook de envelop moet versierd worden. Even kijken, zo. Dan doen we die tulpenkopjes gewoon zo achter, naast elkaar hier. En voorop doen we hem
uitwaaieren. Dus dan doen we hem gewoon afstempelen tot hij niet meer afstempelt, zeg maar. Of tot mijn velletje op is. Dat is ook nog mogelijk. Zo. En dan is hij helemaal klaar. Nou, ik hoop dat jullie dit een leuk project vinden. Als je het leuk vindt, geef me dan een thumbs up. Als je opmerkingen hebt, dan hoor ik het graag. Heb je vragen, neem dan contact met me op. Dat kan via mijn blog op www.papertree. En dan paper-tree, T-R-E-E. Neem dan contact met me op. Mocht je opmerkingen hebben, meld ze dan. Ik hoop jullie volgende week weer te zien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.